De jongens van de straat, een Amsterdammer en iemand uit Neder-Oostenberg, gewoon wereldkampioenschappen machines bouwden. Ja, dat is onvoorstelbaar gewoon. Op zijn Yamati, een Nederlands knutselmotortje genoemd naar Jan Tiele en Martin Meiwaard. Als je terugkijkt, is het uniek geweest. En wat mij heel goed doet, is dat heden ten dagen, 40 jaar later, dat er nog zoveel mensen bezig zijn met het merk Yamati. Jan de Vries, fel op de huid gezeten door Martin Meiwaard, komt op de derde plaats. In zesde positie Martin Meiwaard, die in deze race de Yamati eer verdedigde, omdat de machine van Lodewijk zijn weer de brui aan had gegeven. Dick Toersen is voorzitter van de Yamati Club Nederland. Hij weet alles van het ontstaan van deze bijzondere motor. Ja, dat was eigenlijk in 1963. Dat was tijdens een race in Rokanje, 50 cc race. En Jan deed daar mee als senior en Martin als junior. En ze kwamen met elkaar in gesprek over het bouwen van racertjes. En ze hadden eigenlijk allebei dezelfde interesse. Ze wilden wel zelf graag zo'n ding helemaal zelf bouwen. En zo is het eigenlijk begonnen in 1963. Al snel blijkt dat deze in elkaar geknutselde brommers goed meekomen met de andere merken. In een verbeten gevecht tussen Aad Toersen en Martin Meiwaard weet de laatste tenslotte de overwinning uit het vuur te slepen. Op dit betrekkelijk langzame stratencircuit rijdt Aad Toersen naar een overwinning in zijn serie. De tweede serie zal een overwinning worden voor Martin Meiwaard op Yamati. Deze race wordt dan uiteindelijk een overwinning voor Lodewijks op Yamati. De tweede serie komt op naam van Martin Meiwaard op Yamati. Aad Toersen legt hem in deze serie het vuur na aan de schenen. Misschien wel een beetje te na, want in de laatste ronde krijgt hij een vastloper en moet Meiwaard laten gaan. Robert Meiwaard is de zoon van de in 1988 overleden Martin Meiwaard. Hij koestert warme herinneringen aan de periode Yamati. De racerij was wel echt zoiets wat mijn vader alleen maar bezig hield. Ik bedoel, dat was ook zaterdag en zondag bij wijze van spreken. Het gezinsleven was echt helemaal op de schouders van mijn moeder. En wat wel een voordeel was, is dat je natuurlijk wel... De vakanties werden ook op die manier gevierd. Je ging gewoon met de racers mee. Maar dat was onze vakantie. Dat we naar die Tivan Assen gingen en naar Francorchamps. En daar stonden we met de caravan naast de dubbeltaco-auto geparkeerd. Dat was onze vakantie. Maar alles werd, ja, mijn vader werkte natuurlijk gewoon de hele week daarin. En dat is vanaf de Yamati-periode nooit anders geweest. Henk Keulemans is al meer dan 40 jaar als fotograaf en journalist verbonden bij de Grand Prix. Vanaf zijn jeugd kent hij het Yamati-team. Het is een ontmoeting geweest tussen twee mensen die we... Ja, bezeten waren van het opvoeren van brommers. En toen reed Jan zelf ook nog als coureur. En uiteindelijk is Jan gestopt met racen zelf. Heeft zich geconcentreerd op het ontwerpen van machines. Hè. De naam Yamati is uit hun namen ontstaan. En van het een kwam het ander. En werd uiteindelijk de wereldtop bereikt. In dit schuurtje in Neder-Oostenberg worden de motoren gemaakt. Alles doen ze zelf, de Yamati jongens. Ze frezen, slijpen, veilen onder leiding van Jan Tiel bijna dag en nacht. Ook coureur Paul Lodewijks. Ja, het begon dus met een motorblok van een bromfiets van de straat, maar ja, al na een jaar bleek dat het kon eigenlijk niet meer. En dus is men dus begonnen met eigen blokken. En er wordt nog als licht over gedacht, maar dat is verschrikkelijk veel werk. Je moet dus de gietmallen maken, je moet de gietmallen eerst tekenen en ontwerpen en blok. En daarna krijg je dus de ruwe gietstukken. En die moeten op hun beurt ook weer helemaal bewerkt worden, van top tot teen. En dat is enorm veel werk.
theoretische zat veel meer bij, bij Jan Tiel. Het nadenken en dus het cilinderwerk rond. Maar het constructiewerk, dat was veel meer mijn vader. Die kon dingen zien en maken. Zo was de rol verdeeld, zeg maar. Dat was niet alleen Jan Tiel en Martin Meiwaard. Je had nog veel meer, met name in Nederland natuurlijk, heel veel doe-het-zelfers. Want dat kon nog in die tijd. Hè. Je kon zelf een brommer opvoeren. En tegenwoordig, als je naar de TT gaat, ja, is haast al die techniek is verdwenen. Omdat het gewoon vanuit een fabriek komt, de elektronica. Maar toen de tijd kon je nog veel zelf maken. En ja, zij zijn, wat dan gaat, natuurlijk heel ver gekomen. Jan Tiel woont in Thailand en komt niet meer terug naar Nederland. Dus pakken we de telefoon. En later heb ik dus Martin Meiwaard leren kennen. Toen hebben we besloten om samen te gaan werken. En zo is die Martin ontstaan. Ja, hoe is die samenwerking verlopen eigenlijk? Nou, heel goed. We hebben heel lang samengewerkt. Van 62 tot 81. De Yamati's zijn nog steeds te bewonderen. Onlangs reed Yamati-rijder Aal Toersen in Hengelo. Dit is een replica van de originele. De originele staat mooi bij mij thuis onder kleedje en dat willen we zo houden. Dus ik heb een replicaatje gebouwd en om de naam Yamati toch maar hoog te houden, want we vinden toch wel dat Yamati heel veel gedaan heeft vroeger, willen we de naam Yamati toch graag uitdragen. En dat doen we dus op deze replica's. Ja, Jan Tiel was iemand die altijd over de dingen nadacht. Ze waren allebei totaal bezield om een race te maken die zo hoog mogelijk kon eindigen. En in die tijd was dat heel bijzonder, want niemand had natuurlijk een dubbeltje. Maar hun hadden gewoon de wil om zoiets te maken. En dat is gewoon gelukt. Er wordt keihard gewerkt aan de Yamati. Ook coureur Paul Lodewijks werkt mee om de motor nog sneller te krijgen. Jan Tiel en Martin Meiwaard werken dag en nacht aan de nieuwe motor. Mijn vader had toen een baan en 's avonds gewoon gaan klussen. In het schuurtje, in het Yamati schuurtje. Dus dat, ja, mijn moeder is nooit anders gewend geweest dat het zo ging. Dat werd er gewoon, alles ging daarvoor opzij. Dat is wel een leuk leven. Jawel, ja, natuurlijk. Het heeft ook zijn keerzijde. Maar ik denk dat in elke mensen die heel goed zijn en daar succes in hebben, die gaan daar helemaal in door. En dan moet je ze ook met rust laten om het allemaal te kunnen doen. Maar in 1968 wordt het harde werken beloond op de TT van Assen. Het was toen een groot feest in Assen en heel Nederland. En het was wereldnieuws dat een Nederlandse coureur op een Nederlandse eigenbouwracertje de TT een Grand Prix gewonnen had. Dat was echt wereldnieuws. En ook de eerste Nederlandse Grand Prix winnaar. In Assen dan, hè, die Assen. Ja, zeker de eerste Grand Prix winnaar, Nederlandse Grand Prix winnaar. Dat was echt feest toen. Bij de hooggillende motoren met hun cilinderinhoud van een bromfiets zijn er met 14 versnellingen. Dat is het geval met de Suzuki van de Duitse wereldkampioen. De machine waarmee Paul Lodewijks de TT wint staat in Oosteresselen. En hij lijkt nog spik splinternieuw. Hier hebben ze echt geschiedenis mee gemaakt toen. Want Paul die heeft ook bijzonder slim gereden. Hij was al de snelste in de training. En de grote concurrent was toen Anscheid.
die als beloning van, voor zijn wereldtitel zo van Suzuki, die toen gestopt was met de race, heeft hij zo'n tweecilinder Suzuki gekregen. En hij was toen heer en meester, dus hij kon met zijn handen in zijn zak als het ware de Grand Prix winnen. En Paul die bleef heel wijselijk in de race mooi achter hem. Op zijn Yamati, een Nederlands knutselmotortje genoemd naar Jan Tiele en Martin Meiwaard, versloeg Lodewijks de wereldkampioen in de laatste meters van de race. En Paul die bleef heel wijselijk in de race mooi achter hem, zo'n 50 meter achter hem, tot aan het laatste stukje. En dan kwamen er bij de timmerbocht waren er nog wat achterblijvers en Paul wist hem net even te verschalken. Dus Paul won de TT en Anscheid die was verslagen. Dus een beetje van Klein Duimpje en de Reus, en de grote Suzuki, die werd verslagen door de racer van de jongens die in het Yamati schuurtje zelfs zo'n ding gebouwd hadden. Dat was fantastisch, dat was wereldnieuws. Voor het eerst na jaren zag het publiek weer een Nederlandse overwinning in een TT-wedstrijd. Ja, en door die overwinning was het in één keer wereldnieuws. Ik weet nog de kop van Motorcycle News, het grootste motorblad ter wereld. Homebuilt 50 wins Dutch TT. Ja, dat was onvoorstelbaar dat kon en het gebeurde. En dat was de doorbraak. Ja, we kregen een hoop publiciteit voor. Een hoop drukte. Ja, dat geloof ik. Best wel leuk, ja. Maar het was een groot feest, denk ik, hè? Ja, tamelijk, ja. Nou, we moesten gauw weer aan het werk daarna, want we moesten de week daarna weer rijden in België. Dus het was een kort feestje en daarna weer aan het werk? We kregen zoveel bezoek, we kwamen zowat niet meer aan werken toe. Het is een dubbele prestatie. Je presteert op technisch gebied en tegelijkertijd ook op met rijden. Paul was een vreselijk talent, die heel uitgekookt en gewoon precies wist wat hij moest doen in zo'n wedstrijd en vreselijk geconcentreerd kon zijn. Samen met Altoerse, de Spanjaard Angel Nieto, gaat Lodewijks voor de wereldtitel. Maar in Ulster gaat het mis. De Spanjaard komt het eerste toe. Bij de volgende doorkomst hetzelfde beeld. Lodewijks op kop, vlak voor de driftige Nieto. In de voorlaatste ronde, Nieto alleen. Gehavend. Waar is Paul Lodewijks? Wat is er gebeurd? Paul was toen eigenlijk al zo snel met die 69er dat hij ongetwijfeld de race gewonnen had. Maar hij werd door Nieto getorpedeerd in een bocht en moest toen uitvallen. En Nieto kon de wedstrijd voortzetten met een goede klassering. Maar Paul ja, die was helemaal uitgeschakeld met zijn Yamati, die lag helemaal in de kreukels. En achteraf bleek dus dat Yamati toen het wereldkampioenschap gemist heeft. Paul Lodewijks koop in een zieke auto. Zijn verhaal. Ja, het was een snelle bocht en Nieto die wilde me voorbij, binnendoor, maar het ging al een beetje hard en het kon niet. En toen zijn we samen onderuit gegaan. En Nieto die kon overeind springen en de race uitrijden, maar mijn machine is helemaal plat. Die humor die daar in één keer, dat hij hem dan in plaats van Nieto noemt, hij is een paar keren nog in het renningskwartier bij ons geweest, naar een lekker koffie drinken. Nou, we lagen te rollen over de grond, bij wijze van spreken, met de mooie verhalen die hij had. Yamati wint in totaal 9 Grand Prix. Paul Lodewijks wint er uiteindelijk 4. Maar van de 10 Grand Prix hebben de Nederlandse coureurs er 6 gewonnen. Steeds deden ze voorin mee. Een krans voor onze 50cc-coureurs. De beste propagandisten voor onze nationale motorsport, die naar een goede toekomst lijkt te rijden. Van deze race, 1 Altoersen Kreiter. Paul Lodewijks krijgt een ernstig brommerongeluk en raakt zo gewond dat hij zijn carrière niet kan vervolgen. Altoersen uit Staphorst is zijn opvolger, al had dat wat voeten in de aarde. Bij Van Veenen had ik een beetje een meningsverschil wat het contract betreft. Ik heb een voorstel gedaan aan Van Veen en Van Veen ging dus niet met een voorstel akkoord.
En ja, zo hebben we dat drie keer met elkaar gesproken. En op een gegeven moment zei hij van, als je niet bevalt, dan moet je maar weggaan. Nou, toen heb ik mijn jas aangetrokken en toen ben ik weggegaan bij Verveen. Maar toen was er nog helemaal niet sprake dat ik naar Jamati zou gaan. Want ik had een contract bij Verveen. En ik mocht dus alleen maar op Kreta rijden, maar niet op een ander merk. Dus de eerste 2 jaar. Ja, ja, en hij is nog helemaal origineel, nog zoals hij in die tijd ook gereisd heeft. Er is de enige Yamati-racer nog die nog 100% origineel is. En iedereen zei dus dat ik eigenlijk de geschiktste man was om op die Yamati te rijden van Paul. En ja, Van Veen hield het in eerste instantie tegen. En, maar later heb hij toch gezegd van, nou het moet toch maar, want hij kreeg een beetje negatieve publiciteit. En ja, dat vond hij toch ook niet leuk. En contractueel was het eigenlijk zo dat ja, het contract was niet helemaal rechtsgeldig, zeiden de heren advocaten. Dus Van Veen heb gauw gezegd van, nou, Toerse moet dan toch maar op Yamati. Het is wel een rotzootje hier hoor. Yamati weet Al Toerse 3 Grand Prix te winnen. Uiteindelijk stopt hij en wordt een stokje overgenomen door Theo Timmer. Ik ben daar terechtgekomen bij Bruinsma in Amsterdam, waar de jongens daar ook ondergebracht zijn toen door Henk Vink om Yamati-brummers te gaan maken. En ik ben daar als monteur terechtgekomen en zo ben ik eigenlijk in contact met hun gekomen. Later ging ik helpen en ja, dat werd steeds actiever en op het laatst was ik natuurlijk ook helemaal om en enthousiast en dat resulteerde in zowat 5 jaar dat ik met hun samengewerkt heb. En gereisd. En gereisd, ja. Theo Timmer wint met Yamati 2 Grand Prix. In totaal wint het team 9 Grand Prix. En zo kijkt de concurrentie met een scheef oog naar dit Nederlandse team. Van de zwaardere klasse kwamen we dus ook kijken wat we dus met die Yamati deden. Want ja, die Yamati liepen altijd verschrikkelijk hard. En ja, ze kwamen toch wel even kijken wat voor techniek Jan gebruikte. Maar ja, inwendig dan zie je er niks aan. Of ja, dan kun je niks zien natuurlijk. Maar uitwendig dan kun je er nog niet veel wijzer van worden. Dus, maar ze hadden wel respect daarvoor. Theo Timmer stopt en Jan Bruins rijdt nog 1 seizoen voor Yamati, maar het einde komt in zicht. Kijk, het was armoedroef in die tijd. Het was alleen maar werken, werken, werken. Al het geld wat er was, dat ging naar die racers toe. Dus voor onszelf, wij werkten alle drie ook gewoon bij een baas. Het was eigenlijk niet meer te doen. Ik kon het niet meer opbrengen om zo verder te gaan. Dus ik heb dat toen, einde van de 73, terwijl ik ook derde in de WK, heb ik aangegeven dat ik ermee wou stoppen. Maar in 1974 was het eigenlijk het einde van Yamati. Het heeft ons een heleboel geld gekost. En toen we 34 waren, toen hadden we eigenlijk nog steeds niks. Nee, het was geen vetpot, hè? Nee, bepaald niet. Dus op het laatst hebben we het op moeten geven en zijn we naar Italië gegaan. En toen kregen we Jan Bruins als coureur en dat was de laatste in 1974. Ja, en toen kwam het aanbod vanuit Italië van Pio Fatice met Eugenio Lazzarini. En toen zijn Jan en Martin daar naartoe gegaan. Gewoon omdat het in Nederland niet financieel niet meer haalbaar was. Als je zag hoe ze ook leefden, Jan Tiel en Martin Meijwaard, met name Jan Tiel. Ja, ze hadden bijna niks te eten. Alles ging op aan de racerij. Alles moest gespendeerd worden om maar zo snel mogelijk te zijn. Jan Tiel en Martin Meijwaard gaan naar Italië en later Spanje om voor echte fabrieksteams te werken. Ze boeken vele successen met onder andere Riccardo Tormo en Angel Nieto. Later Jan Tiel met Valentino Rossi, want Martin Meijwaard stopt in de jaren 80. Hij kiest voor zijn vrouw en 2 zonen en keert terug naar Nederland. Het was precies in de jaren 80 dat er gewoon crisis was.
En terwijl je eigenlijk de beleving hebt van nou, als ik terugkom in Nederland, dan is er ook werk voor me. Als je zo beroemd bent of zo bekend bent in dat je goed met techniek kan omgaan. En dat viel enorm tegen. Dus dat is een hele dreun geweest, dat weet ik zeker. Ja. Mijn vader heeft wel altijd gewoon werk gehad en prima zijn boterham kunnen verdienen. Maar het was een hele stap terug en dat had hij dan waarschijnlijk niet verwacht. Nee. Jan die wil niet op de voorgrond staan. Die doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Hij heeft alleen altijd gezegd, je maat, dat was geen hobby meer, maar dat was gekkenwerk. Dat ben ik met hem eens, maar wel leuk gekkenwerk. Het is allemaal verleden tijd natuurlijk. Ik heb kinderen, dus ik kijk vooruit naar andere dingen die komen. Maar ik vind het nog steeds leuk om gewoon verbinding te houden met mensen die daar mee bezig zijn. En ik volg het toch nog steeds. Ook al zit ik in een heel ander leven. Ik vind het nog steeds hartstikke mooi dat mensen daar zo enthousiast over zijn. Zeker. En zo eindigt dit verhaal van twee jongens in een oude schuur. Heel leuke tijd geweest, natuurlijk. Prachtig. Toen wel leuk voor thuis rond. Kun je af en toe eens aan zien. Dit doe ik liever. Dit is mijn werk. Mensen van mij. Monday morning feels so bad. Everybody seems to be mad. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. William, hoe leuk is het om weer op de vrijdag TT te staan? Ja, dat is natuurlijk kicken voor ons als Drentse band. En we zijn natuurlijk trots op Drenthe dat wij als Drentse band in de hoofdstad van Drenthe mogen spelen. En op de TT, misschien wel het mooiste festival van Nederland.
je bent bijna net mijn beetje net. Warm rijden! In de winkelwagen! Zo gaat het! We hebben alle weersomstandigheden mee. Het evenement is wat breder opgezet. En ze willen ook naar meer publiek. En ik denk dat het dit jaar al goed gelukt is. En jij gaat trouwen? Ja, ja. De 27e, 27 juli. Dus vandaar dat ik er zo uitzie. Die meisje voor mijn baas en die meisjes werken hier. Hè? Gaat het goed? Ja, hij is gezellig, ja. Hij is goede meisjes. Vindt u het leuk, doet u het hier? Ja, echt leuk, echt. Wat bent u mooi aangekleed? Ja, mooi hè? En wat stelt het voor? Ja, iets van flower power, ja, gewoon gek. Als de lijnen wegvalt, komt er ook weer een bij. Als een cirkel rond is, begon er ook een of een nee. En is niet eeuwig mis, de eeuwig helder is toch niet. Het is heel gezellig. Mensen zijn niet lastig. Iedereen is in goede sfeer. Iedereen is in feeststemming. Dus alle ingrediënten zijn er. Man weet hond ben ik geweest. Op Friesland ben ik geweest en zo. Ik heb nog een 7 kippen, 12 bokken. En mijn roepnaam is Jan Bokje. Ik ben in Duitsland geweest op de televisie. Ik ben aan het zingen, doe ik ook wel eens op de televisie. Ik ben heel erg beroemd en zo. Ik maak een heel soort een verhaaltje van over de hele wereld en zo. Dat, ik ben Assen zou zeggen dat een hele mooie omgeving en zo. Assen, Titi. Ja, leuk om hier te zijn, joh. Ik kom hier toch vrij vaak in Assen. En, mijn carrière begon een klein beetje in deze regio allemaal. Ik moet zeggen, super blij dat ik hier ben. Vandaag ben je bij de TT-nacht. Ik hoorde hier over het plein 16.000 mensen, hoor ik net. Dus ja, ik kwam aanrijden. Het is gewoon één groot feest. Overal waar je kijkt en alleen maar feesten de mensen. Ontzettend leuk om te zien. Mijn naam is Janus. Hoog al in Waterland. Al dingen ze mij. Dat er een rare stil was hier in de straat. En ja, je moet toch wat doen. Als je dat niet eens hebt, blijven de mensen toch even staan en even kijken.
vergeten. Fantastisch, goeie sfeer, leuke mens. Stop. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Maar avond gaat het gebeuren. Nee, dit kan niet kapot. Het gaat helemaal naar wens. Weer een hele gezellige, mooie Tatina. Gelukkig hartstikke goed weer erbij. Iedereen blij. Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar me lacht. Het gaat helemaal geweldig. Als van nou, elk jaar hetzelfde. Helemaal top. Vanavond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek om de zon te bezeten. Kom bij me vandaan. Het is een hele leuke avond, maar dat was gisteravond ook. En nou ja, het weer zit natuurlijk heel erg mee, maar de sfeer is bijzonder goed. Ik heb nog geen onvertogen woord in zien gevallen en ja, echt grandioos. Die waren er een paar jaar niet echt wel super. Mensen komen echt om plezier te maken en geen gekkigheid, geen rare dingen. Nee, helemaal leuk. Inderdaad, het blijkt dus meer mensen te zijn dan andere jaren. We schatten toch een dikke 70.000 mensen. Dat is toch 15.000 meer dan vorig jaar. Hé, waar bestoot? Hé, maat. Waar dit? For the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light, the lights are dit is een bijzonder moment eigenlijk, hè? Ja, een heel bijzonder moment, ja. Beetje emotioneel moment. Ja, je verlaat de horeca na 42 jaar en 18 jaar de Pimpelaar, ja, dan ja, gaat er wel wat door je heen. Ja.